een dak inspecteren kan je eigenlijk alleen maar door erop te klimmen. Besef dat er dakinspecties plaatsvinden met een selfie stick en dan zie je dit soort zaken niet. Dus daarom klim ik erop. De hele bovenplaat ligt los. En dat betekent hier trekt allemaal vocht in. De schoorstenen staan open. En dat leidt tot inregening. En inregening zorgt voor vochtplekken. Dus zo inspecteer je een dak. En het is gewoon een veilig dak om erop te klimmen. Dus waarom niet? We geven vandaag een advies over het plaatsen van zonnepanelen. En we gaan pannen optillen. Om ook nog even te kijken of er eventueel asbest onder de pannen ligt. Premium keur als u een echt goede dakinspectie nodig heeft. Tijdens een bouwkundige keuring.